Mag ik je heel veel liefde wensen? Dat mag, ja. En mag ik je ook een kusje geven, of is dat te veel? Nee, waarom twee zaken? Lex, wij gaan de sleutel van de auto. En heel veel succes met je ronde langs onze patiënten. Dankjewel. De verpleging van Vicuri Medisch Centrum toert in deze auto tegenwoordig dwars door de Noord-Limburgse regio. Zo bieden ze zorg bij patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving, lekker thuis. Maatschappelijk partner Volvo Rutte stelt de zorgauto beschikbaar en vandaag mag ik hem een dagje lenen. Ja, op weg naar Tegelen, naar meneer Bohenne die normaal dus een verpleger of een verpleegster aan huis krijgt. En nu ga ik hem verrassen met een leentje. Dit is trouwens mijn goeie vriend Beer, gitarist, songwriter. Zingele, 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 boem. Hey, hey. Vastelovend. Dat is Venlo's roem. Wat heb je met vastelovend eigenlijk? Je hoeft wel wijfelen. Ja? Maar ik ben een kapel in een dier. Ja. En die we spelen. En vooral op bout. Muziek maken? Muziek maken. En wat voor instrument speelde je? Bas je bij. Kijk. Ja. Ik kan niet meer wachten. Wachten, wachten, wie is de vastelovend? Wachten, wachten, wachten en dan in de oven. Trekken we je door. Wie zit al wel net te hoog? Ik kan niet meer wachten. Wachten al een Hoi. Nou, volgens mij hebben we meneer Bohenne eventjes een beetje plezier gebracht. Hij zong mee. Hij heeft de vastelovend weer even gevuld. Op Novenrooy. We gaan naar mevrouw Hermsen. Hallo. Komt erin. Ja, dank u. Wel een verrassing, hoor. Je krijgt normaal altijd zorg aan huis, hè, van Vicuri. Ja, en dat is ideaal. Ik heb borstkanker gehad. Later bleek dat ik kreeg klimvklierkanker. En daar heb ik dat eigenlijk voor. En dan denk ik, och, we gaan maar weer door. We zien er nog. We zien er nog en dan... Dan moeten we even afkloppen, hè? Ja. Lood ons nog en zie je gewoon. O vastelovend is ons dan. Hey, ben ik geboren. Gelukkig geboren. Ik kom weer, maar kom ook altijd weer. Druk nog een stetje van plezier. Goed. Ja, dankjewel. Ik vond het echt, echt leuk. Wil je gezellig nog een liedje zingen? Nou, nee, ik kan niet zingen. De volgende is mevrouw Welte, Marlies Welte. En daar mag ik het laatste leedje gaan brengen. Marlies, herken je deze zoetgevoelige stem? Ja. Wie is het dan? Lex uit. Ik ben er, ik ben Lex, ja. Nou, mijn hele wereld staat op zijn kop. Ja. En kun je uitleggen waardoor dat komt? Ik heb een hersentumor. Ik ken het niet geloven. Is dit nou serieus? Het voelt alsof het net pas zien begon. Ik wil opnieuw beginnen. En alles nog eens even doen. Terug naar het begin als het nog koos. Maar ook deze novendum gevlogen en ik heb niet meer terug tot mijn verdriet. Dus druk had ik het niet. Nu het laatste liedje klinkt en iedereen nog één keer zingt.
Even doen wie jij verdedigd is gedoond. Nou het laatste liedje klink en al straks nog toe breek. Ach, koste wie maar voor altijd samen stond. En ik moet zeggen, we waren gesteund door heel veel lieve mensen. Dus ik ben nog enorm dankbaar voor. En ze laat ons ook niemand in de steek. Je bent nog mooi positief, Marlies. Dat is het enige waar ik nog moet en kan zijn. Ja. Och, mochten we maar voor altijd samen stoom. Mochten we nog maar een liedje langer doen. Alsjeblieft. Heel veel liefde voor jou. Dank je. Ik kan nou zeggen dat ik door Lex uit in gekust ben.